Lions Club Paramaribo West heeft vanmorgen samen met de stichting Kinder- en Jeugdtelefoon, KJT, een informatiesessie over pesten gehouden op de Renkewitsch School. Deze infosessie is een pilotproject van de Lions Club Paramaribo West. Volgens Lorien Arsumejo, voorzitter van de commissie Pesten van de Lions Club, komt pesten veel vaker voor op scholen dan men denkt. De reden waarom zij op de basisschool deze sessies houden, is omdat kinderen vanaf jongs af aan aangeleerd moeten worden dat pesten niet goed is. Zij kunnen dit dan meenemen voor de rest van hun leven, zegt Arsumejo. Dit is eigenlijk een pilot. Dit is de eerste school die we hebben aangedaan. Maar het is de bedoeling dat we ook meerdere scholen willen aandoen. Maar we willen dus ons voornamelijk focussen op de lagere scholen. Omdat we denken dat het van jongs af aan aangeleerd moet worden. Toch, kinderen die heel jong zijn, dat je daar alvast moet beginnen. Dus voorlopig zullen we het dus doen met de lagere scholen. We hebben nu bijvoorbeeld ook al aanvragen voor andere scholen. En we kijken dus hoe we dat niet alleen dit jaar, maar ook volgend jaar, dat het een continu project wordt voor ons. Dat we dat elk jaar dus misschien minstens 4 scholen per jaar kunnen doen. Maar kijken naar onze capaciteit en hoeverre we KJT ook bereikbaar vinden om dat verder met ons te doen. En uit het onderzoek van de IDB is ook gebleken, het onderzoek die de IDB in 2014 heeft verricht, is gebleken dat pesten op school in de regio, dat Suriname op de 4e plaats staat in de regio wanneer het gaat om pesten op school. Dus vandaar dat we hebben gezegd dat wij ook op onze manier onze bijdrage willen leveren. Wij hebben zelf die deskundigheid niet in huis. Dus hebben we de Stichting Kinder- en Jongerentelefoon bereid gevonden om dat voor ons te doen. En wij zorgen dan ervoor dat de middelen beschikbaar worden gesteld om het project te kunnen uitvoeren. De waarnemend directeur van de Stichting Kinder- en Jeugdtelefoon KJT, Jacinta Jongalok, zegt dat kinderen vaak zien wat andere kinderen doen als het op pesten aankomt. Anderen geven weer eerlijk toe dat ze pesten, terwijl anderen zich zonder te weten eraan schuldig maken. Jongalok vertelt wat de KJT tijdens de infosessies met de kinderen doet. Ze gaan dan een pestprotocol samen aan, een pestovereenkomst die ze zelf in elkaar zetten, we bespreken het. En dan mogen ze hun handtekening eronder zetten, de juf, de klassejuf tekent ook. Omdat ook de juf, en dat horen we van mensen, de juf is heel belangrijk in het traject. Soms kunnen ze ook wetend of onwetend mee pesten. En het is belangrijk dat de kinderen zien dat de juf zich ook committeert eraan om de klas tenminste pestvrij te maken. Dus dat zijn de dingen die we om en bij met ze doen. Om het probleem van pesten met ze te bespreken en ze bewust te maken van dat het eigenlijk niet goed is. We richten ons meer op het gedrag dat wel gewenst is. We hebben een versje met de kleutertjes, weet je, ik ben aardig, ik ben lief. Want het is allemaal mooi dat ze het woordje pesten echt vasthouden. Maar wat moet je wel doen? Hoe kan je wel met anderen spelen? Hoe kan je wel vriendjes maken op een positieve manier? Dus daar praten we met ze over. Jacinta Jongalok, de waarnemend directeur van de Stichting Kinder- en Jeugdtelefoon KJT. Deze organisatie heeft vanmorgen samen met Lions Club Paramaribo West een informatiesessie gehouden op de Renkewitsch School over pesten. Het gaat om een pilotproject van Lions Club Paramaribo West.